Wat mensen gaan zien in deze documentaire is voor een deel mijn reis door het leven op weg naar het veranderen van mijn naam. Maar we gaan ook kijken wat mensen ervan vinden. En dan niet alleen mensen in mijn directe omgeving, zoals mijn broers en zussen, mijn moeder, maar ook mensen op straat. En dus we gaan mensen op straat interviewen naar hun mening over het veranderen van hun naam voor nazaten van tot slaafgemaakte, Afrikaanse nazaten. En we geven ook voorlichting op wat er nou allemaal bij komt kijken als je je naam wilt veranderen. Er ligt een wetsvoorstel bij het kabinet dat het mogelijk moet maken voor nazaten van tot slaafgemaakten om hun naam te veranderen. Nou, ik ben vandaag hier in Rotterdam Centrum in de stad en we gaan diverse mensen interviewen en kijken wat ze ervan vinden. Wat is jouw naam? Giorino. Remy. Marijke. En hoe heet je? Dilano. Ik heet Fani. Fani? Ik heet Sildien. RJ. En uw achternaam? Dorant. Nou, er is dus een groep mensen die dus last heeft van hun naam. En dat heeft dus te maken met het slavernijverleden. Hoe zie je dat eigenlijk? Snap jij dat? Ja, ik heb er zelf natuurlijk geen ervaring mee. Maar ik kan me voorstellen dat het voor mensen vervelend kan zijn. Als ze een naam hebben die altijd daaraan doet denken dat ooit een van je voorouders tot slaaf gemaakt is. Dat kan ik best wel begrijpen. Ik vind gewoon, iedereen moet, als hij dat wil, gewoon zijn eigen achternaam kunnen gebruiken. Vooral als je weet wat dat je geschiedenis is, dus dat je eigenlijk een nakomeling bent van de slavernij. En dat je dus nu de mogelijkheid krijgt om je achternaam te veranderen. Doe het! Ik denk dat er heel veel redenen zijn waarom je je achternaam niet wil behouden. En welke reden zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Te maken hebben met een verstoorde relatie met je ouders. Of gewoon een naam die je hebt gekregen en die is blijven hangen. Die eigenlijk helemaal niet meer past bij je gezinssituatie. En dat kan ook een slavernijverleden inderdaad zijn. Maar er zijn heel veel redenen en ik vind dat het altijd moet mogen. Ja, er zou geen moeite moeten zijn om je te change your history, zeg maar. Want heel veel mensen, vooral de black community with a white achternaam. Gewoon, je wil van die verleden af. En als je, dat zijn stukjes die je blijft achtervolgen. Dus als het weg kan, waarom niet? We zien dus dat de mensen die voor zijn, of de mensen die neutraal erin staan, dat zij bereid zijn om dit dus op de camera toe te lichten. Maar de mensen die dus een hele andere mening hebben, ja, die zijn dus niet bereid om dit ook op de camera toe te lichten. Dus wat is er aan de hand en waarom willen ze dat niet zeggen? Ja. Voor zover ik weet is die vraag aan mensen op straat nog niet zo heel erg veel gesteld. Wat ik wel merk als wij lezingen geven over de geschiedenis van de slavernij, maar ook de bewustwording van Afrikanen en waar we nu staan over de doorwerking van slavernij en allerlei oplossingen, dan merken we verschillende reacties. Er zijn mensen die zeggen, ja, waarom zoveel aandacht? Het is toch allemaal lang geleden, we moeten vooral vooruit kijken. En er zijn ook natuurlijk mensen die zeggen, ja, prima. Nu begrijp ik beter waarom we in Nederland tegen bepaalde situaties aanlopen. Dus eigenlijk verwacht ik die reacties ook als we op straat gaan interviewen. Mama toch? Ja. Ja. Was er een bepaalde betekenis achter de naam Dilano? Of was het gewoon van, ik vond het een mooie naam? Een mooie naam, een mooi klinken. En hij bleef lekker hangen, dus ik denk, nou, dat wordt hem. Ja. Weet u toevallig ook wat dat betekent? Is er betekenis daar in uw naam? Of? Eén ding weet ik wel, dat het wel een Franse naam is. Voor de rest zou ik niet, ik weet het niet, nee. Mijn tweede naam is Romano, dat betekent uit Rome. Uit Rome, oké. En hebben jouw ouders daar echt specifiek voor gekozen? En weet je een beetje de reden waarom? Ja, we hebben een beetje Italiaanse familie, dus dat is waar het vandaan komt. Stel je voor bij jullie een van de familieleden, broer, zus, die zegt opeens van ik wil inderdaad dit proces aangaan, ik wil mijn naam veranderen. Ja, wat gaat er dan bij jullie in om? Ik steun je volledig in alles wat je doet. Dus dat maakt voor mij eigenlijk niet heel veel uit. Kijk, als jij daar blij mee bent, moet je dat doen. En als jij goede beredenering ervoor hebt, moet je dat ook gewoon doen.
En dan steun ik je gewoon. Of het nou voor- of achternaam is, want ja, dat kan dus in beide gevallen. Ja, voor, ja, waarom zou je voornaam, die heb je gekregen van je ouders. Dus ja, ik, maar dat kan dus maar, ook, ja. Voornaam dus ook. Ik kan het dus begrijpen, want sommige mensen hebben hele fokt op voornamen. Like storm, ja, regen, ja, oké, dat is het. I'm sorry, maar kijk, als je dat wil veranderen, be my guest. Mijn moeder heeft mij mijn naam gegeven, Delano Romeo Hankers. En Delano is een naam, een voornaam, die komt voor in meerdere talen, waaronder het Frans en het Spaans en het Keltisch. En dat betekent twee dingen. Het betekent de la nuit, dus in het Frans. En nuit is het woord voor nacht, dus het betekent uit de nacht. En, of het betekent de la noix, en noix is het Franse woord voor noot, dus het betekent uit het notenbos. Nou, toen ben ik gaan nadenken, ja, uit de bos. Jezelf bevrijden van slavernij is ook uit het bos komen als het ware. En toen ben ik gaan kijken van, hey, waar in die Afrikaanse cultuur, cultureel erfgoed, kan ik iets vinden dat daarmee te maken heeft. En toen ben ik uitgekomen op de mythische figuur Ogun. En Ogun komt uit het Yoruba. En dat is een mythische figuur die heeft een kapmes en die baant zich met die kapmes een weg door het bos, uit het bos eigenlijk. En dat doet hij vervolgens om de mensen die hem volgen te bevrijden uit het bos naar een beter pad. En dat is eigenlijk ook hetzelfde wat wij doen, hè? Mensen lezingen geven, trainingen geven, tentoonstellingen, documentaires. Dus op die manier, dus ik vond dat wel een passelijke naam. Dus dat is mijn achternaam, Ogun. En mijn voornaam is Koffie. En Koffie is de dagnaam voor mannen die op vrijdag zijn geboren. En ik ben op vrijdag geboren. Ik heb deze keuze gemaakt omdat Henk Cross, zo is hij althans geboren, later is hij zichzelf Ossosia Nkrumah gaan noemen, die kwam op een gegeven moment met het idee, hij zei, ja, ik ben helemaal zat die naam Henk Cross, ik wil niet meer zo heten, ik wil graag een andere naam. Dus wij dachten toen nog dat het een grapje was, maar hij was bloedserieus, want hij zei, ja, ik ga niet alleen mijn naam veranderen, ik wil dat jij, jullie allemaal ook jullie andere naam veranderen, want als jullie dat niet doen, dan wil ik geen onderdeel meer uitmaken van deze groep. En toen ging hij toelichten waarom hij dat zei. Hij zegt, ja, hij zegt, als wij zo bewust zijn, zo bezig zijn om onze Afrikaanse identiteit en roots en cultureel erfgoed te leren kennen, dan moeten we ook die laatste stap zetten richting het veranderen van onze naam. Nou, dat was dus voorjaar, 4 jaar geleden. En vervolgens zijn wij op zoek gegaan van, hey, wat betekent het nou om jouw naam te veranderen? En uiteindelijk hebben we in de zomer een plan opgesteld. En in het najaar van 2020 hebben we de naam ook daadwerkelijk veranderd. Als het gaat om, hè, er zijn dus een aantal groep mensen die dus last hebben van hun naam. En dat is dus, persoonlijk heeft dat dan te maken met bijvoorbeeld het slavernijverleden. Er ligt dus een wetsvoorstel bij het kabinet dat het mogelijk moet maken voor deze groep mensen. Dus dan hebben we het echt over de nazaten van tot slaafgemaakte om hun naam te veranderen. Wat vind je daarvan als mensen dat willen doen? Ik heb vaak, niet discussie, maar hebben we even soms wat gesprekken met vrienden en zo. En bepaalde vrienden die denken heel anders dan ik. En ik denk anders, ieder mens denkt anders. Ik heb niet zoveel ermee. Ik denk dat heeft te maken met de opvoeding. Mijn familie was meer van, we gaan verder. Maar om je vraag te beantwoorden, ik heb niks ermee. Dus voor mij maakt het niet uit, maar voor die mensen, als ze moeite ermee hebben, moeten ze dat zeker doen. Want eenmaal, ik vind het, stel je voor, heeft mijn naam iets ermee te maken. Mijn naam is mijn trots. Dat is het. Waarom moet ik het veranderen? Als je niet blij bent om die reden of om een andere reden met je naam, daar kan ik me wel bij voorstellen. Cassius Clay heeft ook zijn naam veranderd naar Muhammad Ali, om die reden, geloof ik. En, dus ik begrijp dat. En ik vind dat iedereen in zijn recht staat om dat te doen, hoor. Dat geldt dus ook voor een voornaam bijvoorbeeld? Ja, je merkt natuurlijk toch wel dat mensen tegenwoordig een naam krijgen en dat ze zich daar niet lekker bij voelen. Ja, wie ben ik om daar iets van te vinden? Een voornaam is wel iets wat je hebt het zijn je ouders die het je hebben gegeven. Dus I'm stuck there a little bit. Ik sta er zelf vrij neutraal in, maar ik vind als mensen dat voor hun belangrijk is, waarom niet? Laat ze hun naam veranderen. Ja, ik snap niet waarom iemand daar moeilijk over zou doen. Begrijp ik niet echt. Deze documentaire gaat voor een deel inderdaad over mij. En wat ik in deze documentaire wil vertellen, wil laten zien, is hoe ik mijn reis heb afgelegd in de afgelopen jaren om mijn naam in de praktijk te veranderen, waar ik tegenaan ben gelopen, hoe ik mijn familie en vrienden daarbij meeneem in dat proces en ook gewoon wat
laten we zeggen, feitelijke zaken liggen, waar je op moet letten als je naar de burgerlijke stand gaat, of naar het stadsarchief, of als je op de website gaat van het Nationaal Archief, om te kijken waar jouw naam vandaan komt, hè? Op welke plantage jij jouw achternaam destijds hebt gekregen. Want dat is erg belangrijk, want op basis daarvan kom je ook in aanmerking om in de nieuwe regeling op een makkelijke manier jouw naam te veranderen. Wij nazaten, onze voorouders althans, hebben namen gekregen. En het zijn westerse namen. Maar als je kijkt naar hoe die namen zijn gegeven, ja, dat is toch best wel een ratje toe. Ik noem het naamtombola.